Ja, voor velen was het inderdaad een verrassing toen ik vorig jaar werd opgeroepen voor het eerst. Zelf kom ik natuurlijk uit Nederland en ik ben hier ook opgegroeid, maar mijn vader is Canadees, dus zodoende ben ik in aanmerking daarvoor gekomen. Het is ontzettend lang geleden dat Canada WK speelde. Ja, dan merk je aan iedereen wel dat iedereen daar naar hunkert en dat iedereen wel in het land ook goede hoop heeft dit jaar. Ik kwam hier als 10-jarig jongetje en ben vorig jaar hier weggegaan, maar hij blijft altijd wel een plekje in mijn hart houden. Veel gebeurd, we begonnen met degradatie natuurlijk naar de keukenkampioenvisie en uiteindelijk nooit weten te promoveren, dus dat is wel jammer, maar mooi voor de club en voor de stad Nijmegen dat het nu wel gelukt is. Ja, eigenlijk was voetbal alles waar het om draaide, nog steeds eigenlijk, maar vroeg helemaal. Tijdens pauzes, na school, 's avonds, tot in de late uurtjes, altijd echt wel met een bal te vinden. Ja, misschien dat je voor je carrière wel een keer weg moet, maar zul je altijd terugkomen? Ja, dit is toch wel mijn thuis Nijmegen, de stad waar ik geboren ben, waar ik opgegroeid ben. Dus ja, het blijft altijd een bijzondere band. En wat je zegt, als ik in Nijmegen kan blijven wonen, dan ga ik dat zeker doen.